Amsterdam, heel vroeg in de morgen. De hekken waren gesloten voor het publiek. En dit is Frits. En Frits en wij zaten al een tijdje klaar om een opname bij te wonen van het programma Dierenmanieren. Heb ik niet de verkeerde kleren aan voor? Heb ik niet? Nee, dat valt best wel mee. Dan moet je hier een beetje blijven staan. Ja? En als hij rare geluiden hoort, kuchende geluiden, ja, echt, dat is een beetje narig. Dan moet je hem een banaan geven om hem een beetje tot rust te stellen. Ja, maar je blijft hier bij me staan. Ik blijf hier bij je staan. Ik blijf niet bij je. Dan heb je de banaan. Ja? Ja? Gaat hij op zijn borst staan, is het beste dat je je klein maakt. Om een beetje onderdanig dat soort prestatie te hebben. Ja? Dus dan ga je een beetje door je knie heen. Ja. Dan ga ik met je mee. Ja. Ja? En de andere kant op kijken. Nooit in man kijken. Nooit de oogcontact niet zoeken. Verder. Nee. En zo eventueel je hand uitsteken aan en de andere kant op kijken? Jawel, dat mag wel. Een banaan geven? Je geeft een banaan achterdoor, geef hem weg. Ja, maar komt hij op per... Denk je dat hij op deze kant op komt? Ik denk het wel. Als hij een mooie vrouw ziet, komt hij wel. Het is echt een gruwel. Daarvoor is hij ook hier, hè? Ja. Hij zit nu nog heel rustig achter. Hij blijft namelijk wel rustig zitten, ja. Maar die, hij komt straks wel. Ja, hij is een beetje verlegen, hè? Ja, hij heeft ochtendmuur waarschijnlijk. Het is nog vroeg. Ja. Hoe heet hij? Hij heet Frits. Frits. Hij komt uit. Hij is nu via Duitsland hier naartoe gekomen om gedekt te worden. Hij moet een vrouwtje dekken. Ja. In de artis. Ja. Ja. Het is een hele goede dekman. Het zorgt voor hele goede nakomelingen. Waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Uit Amerika. Hij komt uit Amerika. Hij gaat zo'n beetje heel Europa door alle dierentuinen. Oh, ik had begrepen dat hij vanuit Europa naar Amerika zou gaan. Gaat hij ook? Hij gaat naar weer terug. Hij gaat weer terug, ja. Nou moet hij ook. Het is een Amerikaan. Ja. Voor je. Ja. Gaan nu naar de pitch. Oh, nou begrijp ik het. Kijk, als ik niet die kant op kan kijken, dan zie ik. Hij komt er nu aan. Ja? Ja. Ik hoor het schuiven. Ja. Hij krijgt een interesse in. Maar hij doet er rustig aan. Ja, maar hij is heel makkelijk, toch? Hij is vrij rustig, ja. Je staat in beeld. Ja? Niet te ver weg hoor. Niet te ver weg, Klaas. Hij moet niet te ver weggaan hoor. Of ben je er nog? Ik sta hier in het verblijf van Frits de Gorilla. En ik moet u zeggen, ik vind het best een beetje eng. Want er hoeft maar iets te gebeuren. Of Frits staat me helemaal in elkaar. Dan kan ik er niets en niets tegen doen. Nou, ik kan me wel onderdanig opstellen. Ik geloof dat hij nu dichterbij komt. Als hij dichtbij is, moet ik naar beneden kijken, me kleiner maken, geen oogcontact zoeken. Ik weet nu een beetje hoe Diane Fossey zich voelde. En gelukkig heb ik ook nog een tros bananen. Frits is hier. Hij komt namelijk uit Amerika, want het is een hele goede man. Dat is trouwens ook mijn voordeel, hè? Want ik ben een vrouw. Dus zal hij mij minder snel iets doen dan een man. Nou, hij is hier naar Europa gekomen omdat hij zorgt voor fantastisch nageslacht. Hij reist in heel Europa alle dierentuinen af. En ik geloof dat ik hem nu een banaantje moet geven. Ik durf niet te kijken, maar hij komt dichterbij. Ja, ik geef hem een banaantje. Nou, als Frits in heel Europa alle dierentuinen heeft bezocht en voor een fantastisch nageslacht gaat zorgen, dan gaat hij weer terug naar Amerika. En ik haal er nog maar een banaantje bij. Hij staat vlak achter me, ik kan hem niet zien en ik mag ook niet kijken. Want ik mag geen oogcontact met hem maken, maar ik vind het wel eng natuurlijk. En ik heb nog maar een paar banaantjes. Ik zit wel heel erg van op. Ik heb er nog vier, wat moet ik nou doen als ik straks geen banaantjes meer heb?
Ik heb nog twee banaantjes. Ik weet niet wat ik moet doen straks als ik geen banaantjes meer heb. Hij legt zijn hand nu op mijn rug. Grote hand. Hij klopt op mijn rug. Ik hoop dat hij me aardig vindt. Ik heb nu geen banaantjes meer. Ach, ik krijg een banaantje. Ik heb geen banaantjes meer. Hij geeft de laatste banaantje terug. Moet ik het nou opeten of niet? Helemaal overnieuw. Ik zit hier in het... Ik zit hier in het verblijf van Frits de Gorilla. Ik weet nu een heel klein beetje hoe Diane Fossey zich voelde. Maar ik vind het doodeng, want hij staat vlak achter me. En er hoeft maar iets te gebeuren of hij spant me helemaal in elkaar. Ik moet me in elk geval op een bepaalde manier gedragen. Ik moet me klein maken. Ik moet naar beneden kijken. Ik moet me onderdanig gedragen. Want dan zal hij me niks doen. Gelukkig heb ik nog een voordeel. Ik ben een vrouw. En Frits is een man. En hij zal vrouwen minder snel iets doen dan andere mannen. Ook al gaat het om mensen. Nou, ik zei het al, Frits is een man. En wat voor een. Hij komt uit Amerika. Speciaal om voor nageslacht te zorgen. Nageslacht in Europa. Want dat kan heel erg goed. Nou, zo reist hij in Europa alle dierentuinen af. En als hij dat zijn werk gedaan heeft, dan gaat hij weer terug naar Amerika. Hij zit vlak achter me en ik kan namelijk niet naar hem kijken. Want dat is oogcontact zoeken. Ik moet naar beneden blijven kijken. Ik moet me onderdanig gedragen. Maar ik geloof niet dat hij me ongunstig gezind is. Gelukkig niet. Hij legt zijn arm om me heen. En hij klopt heel vriendelijk op mijn schouder. Ik denk dat we er een kan maken. Dat was hem, beste vrienden. Deel 1 van 10 jaar van Amersfoort. Ik hoop dat u een beetje gelachen en genoten heeft in de afgelopen 50 minuten. En dat we elkaar heel gauw weer zullen terugzien. Rest mij u nog een heel vrolijk weekend toe te wensen bij deze. Tot een volgende keer voor of achter de camera. Tot ziens.